Voordat we met de oefening beginnen, hoe je van een Word-document een Adobe formulier maakt, is de vraag waarom eigenlijk Adobe formulieren gebruiken. Als je een Word-document hebt en je maakt daar een PDF van, of een PDF-formulier in dit geval, dan ben je die om te maken Acrobat Pro nodig, zowel voor Windows als voor Apple beschikbaar. PDF's kun je openen met Adobe Reader. Eigenlijk elk mobiel apparaat of elke computer kan PDF's openen. Ongeacht welk besturingssysteem je gebruikt. Dus of dat nou OS X is of Windows, dat maakt niet uit. De layout blijft altijd hetzelfde. Dat is het grote voordeel van werken met PDF's. Deze podcast gaat over het maken van een PDF-formulier. Hoe maak je een simpel formulier dat makkelijk door bijvoorbeeld je leerlingen is in te vullen? Als basis nemen we hier een Word-document. Een Word-document is natuurlijk voor de meeste mensen wel zeer begrijpelijk. Je weet hoe je ermee moet werken en het is allemaal duidelijk. Echter, als je digitaal gaat werken met leerlingen met een Word-document, heeft dat ook nogal een aantal nadelen. Ik heb hieronder een aantal voorbeeldvragen neergezet. De eerste vraag is een rekenvraag. De tweede vraag zijn open vragen. De derde is een meerkeuzevraag. En bij de vierde is de vraag over een aantal afbeeldingen. Als je hier in Word in gaat vullen, dan kun je de tabel prima invullen. Op het moment dat je een grote document maakt en leerlingen gaan erin typen en enteren, dan verspringt de hele boel qua opmaak. Bovendien kan het ook best zo zijn dat als jij zelf een Word-document hebt gemaakt op een Windows-computer en je opent dat op een Mac, dat het net allemaal eventjes iets is versprongen of net eventjes iets anders eruit ziet. Bij PDF, hoe maak je nu een PDF-formulier? Ten eerste is het belangrijk om te weten dat het niet voor niets in dit voorbeeld met tabellen is gewerkt. Tabellen worden namelijk straks automatisch herkend door Acrobat en hij zal er automatisch invulvakken van maken. Hij zal er soms tekstvakken van maken en soms meerkeuze- of aankruisvakjes. Ten eerste moeten we ons Word-document omzetten naar een PDF. Kies hiervoor bestand, kies voor opslaan als, kies nu voor PDF en klik op bewaar. Je Word-document is nu bewaard als PDF. We zijn Word verder nu niet meer nodig en kunnen dit afsluiten. Dan starten we Acrobat op. We kiezen voor bestand. We kiezen voor maken. En we kiezen voor PDF-formulier. Je krijgt nu het volgende scherm. Je kunt ook een papieren formulier scannen, wat nooit helemaal hetzelfde effect geeft, maar wij gebruiken een document dat we al eerder hebben gemaakt, namelijk ons Word-bestand. Kies nu voor volgende. We kiezen hier voor bestand importeren uit bestandssysteem en het bekende bladeren. Blader naar je document. Selecteer het juiste document en klik op openen. Selecteer nu volgende. En Acrobat zal gaan scannen. Meestal duurt het niet zo heel lang.
Hij opent automatisch het veld formulieren maken en bewerken. Je ziet nu dat Acrobat een aantal dingen heeft gedaan. In de tabel heeft hij alles een naam gegeven. Dit zijn echter geen invulvelden. We selecteren deze velden, drukken op Backspace en de velden zijn weg. Dit zijn wel invulvelden, deze laten we eerst staan. Hij heeft alle vensters een unieke naam gegeven. Hij heeft hier aankruisvakjes van gemaakt. De plaatjes zijn netjes meegenomen en hebben dezelfde opmaak nog steeds. En hieronder is weer een tekstvak om antwoorden in te vullen. We willen echter ook dat hij dit automatisch gaat optellen. We kiezen daarom voor de rechter muisknop en selecteer eigenschappen. We wachten even tot eigenschappen in beeld komt. Eigenschappen van het tekstveld komt nu in beeld. De naam van het veld, de knopinfo, als je dus hierop gaat staan. Als je het invult, dan krijg je het euroteken te zien. De weergave, hier kun je bijvoorbeeld het lettertype aanpassen. We zetten het lettertype op 10. En we maken van het font in dit geval even Tahoma. Bedenk goed dat als je fonts neemt die niet standaard op elke computer staan, dit wel eens problemen op kan leveren met de weergave bij andere computers. Als we dat hebben gedaan, hebben we nog het veld opties. Je hebt bijvoorbeeld meerdere regels, schuiven in lange teksten, handelingen, daar komen we straks nog op. Hier kun je bijvoorbeeld een knop maken, als we die dan indrukken, dan kun je een actie selecteren, zoals bestand openen, formulier verzenden of printen, dat soort dingen. De indeling van het formulier kun je een vaste categorie geven. Je kunt velden laten bevestigen. En we kunnen berekenen. We willen natuurlijk graag dat de waarde is berekend. De waarde is, het is optellen. We gaan selecteren. En dan kiezen we voor het veld. Voor de velden die erbij horen. Dus alles met een euroteken. Let erop. De onderste is het vakje waar de totaalsom in komt, die vinken we dus niet aan. We klikken nu op OK. En hij zal straks automatisch op gaan tellen. Klik nu op sluiten. Je kunt ook het lettertype in één keer snel aanpassen. Op het rechtermenu selecteer je één. En je kunt door de shift toets of met command snel meerdere selecteren. Doe nu rechter muis op. Klik op eigenschappen. Je ziet nu ook dat je minder opties hebt. Weergave. Kiezen voor 10. We kiezen voor Tahoma. Sluiten. Alles is nu hetzelfde lettertype. Als je wilt zien hoe het eruit ziet, klik je op de knop voorbeelden. Even testen of we het goed hebben gedaan wat betreft onze optelsom. Stel we vullen hierin 2000 en laten we zeggen bij goede doelen vullen we in 50.000. Je ziet dat hij automatisch optelt. Je kunt dus eigenlijk een beetje Excel-achtige functies gebruiken. Als je iets verwijdert, zie je ook gewoon dat hij het automatisch weer netjes ervan afhaalt. Deze vakken heeft hij standaard zelf gemaakt.
die hebben we over laten nemen vanuit de tabel vanuit Word. Je kunt hier dus antwoorden invullen. Dan de selectievakjes. Door erop te klikken maak je een selectie. Ook dit heeft Adobe weer automatisch gedaan. Het vierkantje wat hier gebruikt is, zit trouwens in Word standaard onder symbolen. Daar kun je dit soort vierkantjes vandaan halen. Maak ze wel groot genoeg, anders herkent Adobe ze niet. En de afbeeldingen zijn helemaal goed overgenomen. En eronder is het invulvak ook weer beschikbaar. We kiezen nog even voor bewerken. Stel je wilt ook nog dat de leerlingen het gaan printen na afloop, dan voegen we daar een knop voor toe. Je kiest in dat geval voor het maken van een nieuwe knop en dat is een nieuw veld toevoegen. Kies nu voor een knop. Je krijgt nu een vakje te zien waarin je zelf kunt bepalen waar je het wilt hebben. We zetten hem eventjes hier zo in het midden. We klikken. Verder werkt hetzelfde als bijvoorbeeld in Word. Je kunt gewoon vakjes groter, kleiner maken en nog weer verschuiven. We verschuiven nog iets. We gaan deze knop de naam afdrukken geven. Kies de rechtermuisknop. Eigenschappen. We maken het lettertype even hetzelfde nog weer als de rest, zodat het er allemaal gelijk uitziet. Knopinfo vullen we nu in. Afdrukken. De naam van deze knop ga ik ook even afdrukken. Echter, om tekst in dit vakje te hebben, gaan we naar opties. De tekst die je in het vakje ziet, voer je namelijk in bij label. We vullen even hierin printen. Formulier. Je kunt ook nog een pictogram kiezen. We moeten vervolgens ook nog de actie toevoegen. Klikken nu bij handelingen. Je kunt hier kiezen hoe ze dat moeten doen. Ik kies in dit geval even voor muisknop indrukken. En vervolgens kiezen wij voor het af laten drukken van het formulier. Die kun je vinden onder een menuopdracht uitvoeren. Klik nu op toevoegen. En klik nu op bestand afdrukken. Klik nu op OK. En we hebben nu de opdracht toegevoegd. Kies nu voor sluiten. En we hebben ons PDF-formulier afgemaakt. We klikken nog even op voorbeeld. En je ziet nu onderaan een mooie knop printen formulier. Als de leerling hier klikt, zal hij automatisch de opdracht geven om te printen. Veel succes met het zelf maken van PDF-formulieren.